Het verminderen van de CO2-uitstoot is de belangrijkste uitdaging binnen een succesvolle klimaatstrategie. Daarom lanceerde de Vlaamse regering Moonshot, een innovatieprogramma van in totaal 400 miljoen euro, jaarlijks 20 miljoen gedurende 20 jaar. Moonshot heeft een belangrijke ambitie. Onderzoeksinstellingen, universiteiten en bedrijven ontwikkelen samen technologische oplossingen om Vlaanderen CO2-arm te maken tegen 2050. Catalysti, de speerpuntcluster die innovatie in de Vlaamse chemie- en kunststoffensector stimuleert, speelt een sleutelrol in dit Moonshot innovatieprogramma. Om materialen lichter te maken wordt er meer en meer gewerkt met composietmaterialen die bestaan uit een grote fractie kunststoffen die spijtig genoeg niet recycleerbaar zijn. Wordt gebruikt in vliegtuigvleugels, wordt gebruikt in dashboards van auto's, wordt gebruikt in wieken van windmolens. Een van de uitdagingen, technologische uitdagingen, bestaat er juist in om die niet recycleerbare materialen toch recycleerbaar te maken. En dat Moonshot innovatieprogramma dient er juist voor om dat eigenlijk te gaan onderzoeken. With our groundbreaking technology, also with support of a Moonshot program, we are actually aiming to make unrecyclable plastic recyclable. Unrecyclable plastic is used mostly in high-end applications, high-performance materials, and its production every year contributes to 700 million ton carbon dioxide released to the atmosphere. If you take such a composite plate, it is a multi-component polymeric material which at the end of life can be only incinerated or can be deposited in landfills. But with our groundbreaking technology, we can actually reshape this material, we can reuse it in different products or we can recycle it. Het Moonshot-programma biedt een unieke kans aan de hele universitaire gemeenschap om samen te werken rond een aantal thema's die te maken hebben met toekomstgericht, innovatief toponderzoek in de chemie. Er zijn in totaal een viertal grote programma's waarbinnen mijn eigen onderzoeksteam werkt rond het thema van de circulaire kunststoffeneconomie. Nu, de echte meerwaarde van die programma's bestaat erin dat je eigenlijk de juiste onderzoekers en de juiste onderzoeksteams gaat samenbrengen in de juiste omgeving om te werken rond relevante onderzoeksprogramma's. En dat laat toe om Vlaanderen echt wel op de internationale kaart te plaatsen. De recyclage van kunststoffen of het ontwikkelen van beter te recycleren plastics past perfect binnen het Moonshot innovatieprogramma. De bedrijven hebben een nood aan meer duurzame producten en processen op weg naar een circulaire economie. De Vlaamse kenniscentra kunnen hieraan bijdragen onder de vorm van strategisch basisonderzoek. Dat kunnen topics zijn zoals chemische recyclage, maar ook de shift naar een biogebaseerde chemie, opslag van CO2 en het omzetten naar chemicaliën. En voor energie hebben we ook het efficiënter en het beter opslaan van waterstof, zoals we het al vandaag kennen. We hebben van de Vlaamse overheid de regisseursrol van het Moonshot-initiatief gekregen vanwege onze proven track record die we hebben als Catalysti, als speerpuntcluster van de chemie- en de kunststoffensector. Het is ook het feit dat het grootste deel van de CO2, 85% van de Vlaamse industrie-emissie, afkomstig is van de sectoren chemie, petrochemie en staalindustrie. En vandaar dat wij samen met de energiesector zullen nieuwe projecten, innovatieve projecten gaan opzetten die we gaan stimuleren bij de kennispartners om daardoor nieuwe technologieën te ontwikkelen, waardoor dat we uiteindelijk in eerste instantie veel business in Vlaanderen zullen genereren, maar vooral waar we gezamenlijk de klimaatdoelstellingen zullen kunnen realiseren tegen 2050.